ik leer daar wel wat van, ja. Over het vuurwerk en zo, dat het allemaal licht geeft. Nou, de kinderen vinden dat filmpje om de les mee te beginnen wel heel leuk. Want Jeltje is dan heel enthousiast aan het vertellen. En ja, ik merkte dat het hen ook enthousiast maakt. Zo ja, weten ze samen over dat onderwerp genoeg te vertellen. En dan kunnen we het wel heel goed begrijpen wat we eigenlijk moeten gaan leren. Je bent sowieso volwaardig mens. Gekoppeld aan dat ieder mens ontwikkelmogelijkheden heeft. Ieder mens kan zich ontwikkelen. En we hebben daarbij gezegd, je moet eerst voor de kwaliteiten van iemand gaan. Dus blijf dan even van zijn beperkingen af. Ja, wat goed! Vuurwerk! Dus wij hebben vroeger al ook geweigerd om een definitie te geven van een zorgleerling. Want elke leerling heeft de zorg nodig. De ouders van de andere kinderen, hoe kijken die daar tegenaan? Ik denk dat je moet zorgen dat ouders niet de angst krijgen van mijn kind komt tekort door hoe je het organiseert. Dus als je laat zien van hey, jouw kind heeft deze aandacht nodig, een ander kind weer andere aandacht, dan krijgt elk kind de aandacht die hij nodig heeft. Maar dat betekent wel dat je als schoolleiding de leerkrachten moet faciliteren om dat te kunnen doen. Ik vind het niet per se zwaarder om een kind als Jeltje in de klas te hebben. Ook omdat op deze school er heel veel extra begeleiding is. Er zijn momenten waarop ze lekker even bij de kleuters mag spelen. Er zijn momenten waarop ze even één op één begeleid wordt. En er zijn momenten waar ze lekker in de klas mee kan draaien. Hey, we gaan eens. Veel plezier. Zet hem op, hè? Yes. Tot strakjes, Maaike. We zijn, omdat wij weten wat er aan de hand is met Maaike, dan weten we dus ook wat er aan de hand is met haar. En dan ja, is ze, is ook heel erg. Ze is ook gewoon een mens, of ze is ook gewoon een kind. Ja. Oké. Okay. Afgelopen 8 jaar heeft hij hier, 9 jaar heeft hij zelfs hier volledig rondgelopen, inclusief zijn beperkingen. Hij was hier hartstikke welkom. In het begin waren de problemen nog niet heel erg duidelijk. Maar in de loop van de tijd werden de problemen bij hem duidelijk. En die werden door school gezien. En school heeft ons daarin al die tijd begeleid. En ja, perfect, kan niet anders zeggen. Jouw kind zit hier ook op school. En jouw kind heeft geen beperking. Dus hoe is dat voor jouw kind? Ervaart ze eigenlijk als een gewone school, eerlijk gezegd. Want ze heeft en met gewone kinderen en kinderen met beperkingen. En daar merkt ze eerlijk gezegd niet van, niks van. Het voordeel daarvan is dat ze gewoon met andere kinderen ook leert mee omgaan. Dus ik hoef niet heel veel dingen uit te leggen dat andere kinderen anders zijn. Maar dat leert ze gewoon in de klas zelf. En dat gaat gewoon heel fijn. Vind jij dan ook dat kinderen met en zonder beperkingen evenveel aandacht krijgen in de klas? Tuurlijk, dat krijgen ze ook. Dat krijgen ze inderdaad ook. Je hebt met die co-teaching. Dus dat betekent dat de kinderen eigenlijk net zoveel onderwijs krijgen als op gewone scholen. De ei. Soms geef je samen een les, dus een instructie. Soms kies je ervoor dat iemand een instructie geeft en ik werk met een klein groepje. En daar continu met elkaar over te kunnen overleggen, leer ik ook weer van mijn duo-collega. Van, hé, maar zij dat op die manier? Hé, dat kan ik ook op die manier doen en andersom. Dus je ondersteunt elkaar. Je kan ook goed samenwerken, want dan is het ook makkelijker. Ik merk eigenlijk niks dat het mijn kind niks tekort komt, eerlijk gezegd. Ze krijgt er nog iets erbij, ja. Naast het onderwijs.